Deze frames staan langs de rivier van Papendrecht. Drechtstede, het Dordrechts Museum en Stichting Beeldenpark Drechtoevers werkten hiervoor samen. We willen verbindingen leggen tussen alle zes Drechtsteden. Al onze locaties zijn gelegen in de nabijheid van de waterbus, die de daadwerkelijke verbinding ook symboliseert. Maar we willen ook verbinden met mensen, met organisaties, met culturele instellingen, met van alles en nog wat. Dus als je op zo'n meter, anderhalve meter afstand gaat staan en dan door het frame heen kijkt, dan zie je gewoon de contouren van het oude schilderij. Die staan bijna allemaal, zijn te bezichtigen in het Dordrechts Museum. En het is gewoon heel erg leuk om die vergelijking te maken tussen vroeger en nu, hè, van wat is nou eigenlijk allemaal wel veranderd. Veel van deze schilderijen die zijn eeuwen geleden geschilderd, 1600, 1700, ook 1900. En de schilders, dat zijn creatieve mensen. En die kijken vanaf deze oever dan naar Dordrecht. Maar die gaan ook bekijken van ja, wat vinden wij zelf nou leuk? Je ziet op bijna al die schilderijen, zie je uiteraard de grote kerk. En soms de grote poort. Maar soms stonden er wat lelijke gebouwen tussen. En daarvan zegt de schilder, vinden we niet leuk. Dus die laten ze weg. We hebben een selectie gemaakt natuurlijk van de schilders die we hier zouden willen plaatsen. En zo heel veel keuze was er in Papendrecht niet. Want vanaf de Zwijndrechtse oever is er veel meer geschilderd dan vanuit Papendrecht. Dus we hadden hier de keuze uit een beperkt aantal. En de meeste van die schilders hebben we ook geplaatst. En het uitzicht vanuit Papendrecht, maar ook vanuit Zwijndrecht, dat is geweldig. En daar raakten die schilders helemaal bezeten bijna van. En dat, kijk ook nu naar het weer op het ogenblik, tegen het Hollandse weer met Hollandse luchten. Af en toe een regenbuikje tussendoor. Het is fantastisch. Het is gewoon echt een heel mooi gezicht, dat oude Dordrecht.